VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. VVV startte het seizoen met 11 jeugdspelers. De talenten van de club kregen de kans om aan te sluiten bij het eerste elftal. Bijzonder was dat er ook 4 spelers vanuit onder 17 mee mochten doen met de grote jongens. Zoals de 17-jarige Stan van Dijk uit Venray. In de voorbereiding kwam trainer Joop Oosterveld bij mij thuis. Hij had een appje gestuurd en toen kreeg ik het goede nieuws te horen. En dat was wel heel mooi. Ja. Mag je met de echte jongens meedoen? Hoe is dat? Ja, op het begin heel erg wennen. Bijvoorbeeld aanvoerder Danny Post is echt een hele grote man. Zeg maar tussen de mannen sta je dan. Je bent ook niet klein. Nee, dat klopt. Doe ik veel aan krachttraining. Doe er ook veel aan om wat breder te worden. Maar ja, dat is wel even wennen. Maar later daarna gaat het wel goed. Heb je al veel geleerd van die jongens? Ja, zeker. Je krijgt soms dingen mee. Slimmigheid vooral. In de wedstrijden belangrijke momenten. Dat is het eigenlijk het... Het belangrijkste wat ik van ze leer. Wat ben jij voor voetballer? Ja, zoals u ziet ben ik een grote jongen. Ik ben rechter, centrale verdediger. Goed in de duels, goede inspelpaas. Alleen niet de snelste, alleen dat kan ik compenseren door slimmigheid. Nou, Stan is heel rustig aan de bal. Hij is links- en rechtsbenig. Hij kan een bal over 40 meter net zo goed met zijn linker als met zijn rechter wegleggen. Hij begint wat meer in het verdedigen te komen. Dat vind ik nog wel een beetje een ontwikkelpuntje van hem. Hij is nog niet heel snel, maar hij staat al steeds beter. En hij staat wat beter ingedraaid. En hij is de situatie al een beetje voor, om het zo maar te zeggen. Maar zijn trap en zijn inzicht en zijn rust aan de bal zijn wel... dat vind ik wel heel erg... zijn pluspunten. Stan doorliep de jeugdopleiding van SV Venray en maakte op 15-jarige leeftijd pas de overstap naar profclub VVV. Een laatbloeier dus eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Alleen ik denk ook dat het wel voordelen heeft. Ik denk dat je wat anders tegen dingen aankijkt. Bijvoorbeeld als je tegen Jong Ajax speelt, dat je er echt tegenop kijkt en alles geeft. En ik denk dat als je al langer in de jeugd van VVV speelt, dat je daar wat makkelijker over gaat denken. Hij heeft, als ik het goed heb, heel even bij Fortuna nog rondgelopen en toen is hij weer teruggegaan naar Venray. En sinds 2 jaar, 3 jaar is hij pas hier weer. En nou goed, hij maakt reuze stappen en hij heeft zelfs zijn debuut al gemaakt bij 1. Dus ja, prima. Zo moet het gaan eigenlijk met voetballers. Hè. Zich ontwikkelen, blijven ontwikkelen, doorontwikkelen en verder. En dat doet hij goed. Stan mocht het inderdaad al eens eerder bij Fortuna Sittard proberen. Maar na een half jaar keerde hij toen alweer terug naar Venray. Het is voor jonge voetballers niet altijd makkelijk hun dromen na te streven. Je moet er alles voor over hebben. Je moet ook voetbal goed met school kunnen combineren. Als dat niet samen gaat, ja, dan loopt het met het voetbal ook niet lekker. En hoe lastig is dat? Kun je dus in de praktijk beschrijven? Ja, ik denk... Dat toen ik naar Fortuna ging en ik haakte weer af, zeg maar, doordat het met school niet lekker liep, dat ik dan wel even een teleurstelling heb moeten verwerken. Alleen toen ging het weer lekker bij Venray en toen werd ik weer opgepikt, ja, en dat geeft een heel goed gevoel. Er breken gewoon heel weinig door. En bij ons, bij VV, mogen we ons heel gelukkig prijzen dat we ieder jaar een paar plaatsen hebben bij de eerste selectie waar jongens vanuit de jeugd die doorstromen echt een kans krijgen om mee te trainen en om zich van daaruit weer te ontwikkelen. Dus ja, ik denk dat we de handen mogen klappen bij VV met de jeugdopleiding wat dat betreft. Zijn debuut namens VVV in een officiële wedstrijd heeft Stan dus al gemaakt als invaller voor Danny Post in het met 0-3 gewonnen bekerduel bij Blauw-Geel 38. Ja, de trainer Mark Luipers die kwam naar me toe en hij zei of ik klaar was. Ik zei ja, dat ik wel klaar was en toen ging ik klaarstaan. Toen voelde ik zeg maar wel de spanning, ik trilde een beetje. Alleen toen ik er eenmaal in kwam, ging dat vanzelf overweg. Mijn voorbeeld bij VVV is Gerald Promes. Een echte leider en een sterke verdediger. Goede inspelpaas. Nou, ik denk dat Gerald wel een stuk scherper nog is in het verdedigende. Dan moet hij nog heel veel leren, dan moet hij nog heel veel naar hem kijken. Maar
Ja, het is wel een prima voorbeeld voor hem. Kijk, hij traint daarmee en goed, kijk dan maar goed naar wat hij allemaal doet. En daar kan hij nog heel veel van leren. Ik hoop eerst basisspeler te worden bij VVV. En vanuit het eerste de stap naar PSV te maken eigenlijk, want dat is mijn droomclub in Nederland. Kijk, als hij zich blijft doorontwikkelen zoals hij doet, dan maakt hij gewoon een kans om aan te sluiten straks bij de eerste elftal. Doet hij dat niet, ja, dan wordt het wel wat moeilijker. Dan gaat misschien een ander weer over hem heen. En dan, zo werkt dat gewoon. En ja, goed, ik hoop voor hem dat hij zich blijft ontwikkelen en op deze manier. En dan kan hij wel een eindje komen. En waar dat eindigt, ja, wat je zegt, die glazen bol, die heb ik niet. Op zaterdagavond 10 maart speelt VVV in de Cool tegen Excelsior. De club organiseert voorafgaand aan de wedstrijd in de businessruimte een Ladies Night. Daarom mogen wij deze keer 2 VIP-tickets voor die wedstrijd weggeven aan 2 vrouwen. Om kans te maken op deze kaarten moet je antwoord geven op de volgende vraag. Welke wereldberoemde voetbalster die nu bij Barcelona speelt droeg ooit het shirt van VVV? Op de Facebookpagina van zowel Omroep Venlo als VVV staat een deelnameformulier waar je je antwoord kwijt kunt. Tot zover VVV TV. Wij zijn er donderdag weer met dan onder andere beelden van VVV Vitesse en een voorbeschouwing op PEC Zwolle VVV. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het Vervoerscollege Venlo.